scheurende gitaren, headbangen en moshpits. De opbouw van het Dynamo Metal Fest is in volle gang. De laatste puntjes worden op de i gezet en dan kan het feest beginnen. Mooi feestje weer. En lekker weer en lekker bier drinken met iedereen. Het wordt goed druk, dus er zullen heel veel vrienden van vrienden van vrienden rondlopen. En met oude bekenden die je misschien al een jaar niet meer hebt gezien. Dus ik verwacht dat het heel gezellig wordt. Sommige metalheads kunnen niet wachten, zoals Stefan, die als vrijwilliger bij het festival werkt. Ja, ik sta meestal op het veld, sta ik zelf een beetje te metalen en dat soort dingen. Maar ik wil het een keer van achter gezien hebben. En het is nu de tweede keer dat ik vrijwillig achter het festival werk en het bevalt me zeer. Het is leuk, je ziet een festival van een heel andere kant. En voor mij, ik kom zelf uit de horeca van jaren geleden. En het is wel leuk om dat weer mee te doen. Dat vind ik echt schitterend. Ook in het centrum van Eindhoven zijn de fans al te vinden. Het festival trekt bezoekers van ver buiten Nederland. Been doing it every year since, 6 years now, 7 years, something like that. So yeah, we come every year because it's small and it has better bands than some of the other festivals. So. For the music, first of all, but there's just such a great atmosphere to it. There's a really nice community to metal. You get a lot of guys and girls to just bond at these festivals. And cool t-shirts, cool music, good friends, and you meet some good faces. Yeah, it just puts a big smile on my face. It's good fun. I mean, we drove here, so what, 18 hours it took us, something stupid like that. So yeah, we'll just go wherever the beer is. So. And metal, yeah. And the metal, yeah. Metal muziek heeft een lange geschiedenis in Eindhoven. Het eerste metal festival was er al in 1986. Sinds 2015 wordt het Dynamo Metal Fest georganiseerd in samenwerking met Loud Noise. Eindhoven en Dynamo, een Dynamo Festival, zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die traditie, denk ik, die leeft nog steeds, of dat gevoel leeft nog steeds. I knew about the old Dynamo Festival when it was over at the airfield. I never came over to that, but I've seen it on TV. And I mean, I think Eindhoven has a big, big history, especially the Dynamo. The Dynamo Center up the road, we always go to the pre-party there, which they haven't got one this year for some reason. But yeah, it's got a big, big music history around here. So that was another thing that attracted me to it, so yeah. Voor mensen die niets met metal hebben, klinkt de muziek misschien wat agressief. Maar de gemeenschap is dat alles behalve. Ferocity, at times, just the kind of the brutality of it. There's a nice escape to it. But ironically, it doesn't mean that we are ferocious people. If anything, we're probably the nicest groups you can meet. But it's a nice release. Als ik metal hoor, dan kan ik mijn ei kwijt. Het doet mijn hart sneller slaan. Het doet mij gewoon wat. Het festival vindt 19 en 20 augustus plaats in het ijssportcentrum.